Hallo en welkom bij Doe Je Zelf Ideeën. Vandaag hebben we weer een leuke video voor jullie. En we gaan onze eigen warme drankjes maken. Ik dacht, het is winter, het is koud buiten. Laten we iets warms maken. En ik dacht, nou, een standaard warme chocolademelk kunnen we ook maken. Maar ik dacht, ik kom op met een andere variant. Met witte warme chocolademelk. En ik heb hier aardbeien. Milkshake, poeder, witte chocola en ik heb nog melk, een glas met melk. Dan heb ik hier allerlei sprinkles voor allerlei decoraties, mini marshmallows en natuurlijk slagroom. Ja, ik ga eerst de melk opwarmen in de pan. Je kan het in de magnetron doen of in een pannetje. Is ongeveer 200 milliliter. Nou, ik heb de kop even omgewassen en ik ga de chocola opwarmen. Die is opgewarmd en die plaats ik op de rand. En dan zal ik de cake decoratie erop plaatsen. En dan een paar marshmallows erop. En ik laat de chocola even afkoelen. Of tenminste, ja, afkoelen in de koelkast. En dus de melk wordt langzaam opgewarmd. Daar doe ik de chocola in. En dan 2 theelepels met de aardbeienpoeder. En dan opwarmen. En wanneer het opgewarmd is en warm is, kunnen we hem in onze kop gieten. Heerlijk een mooie witte kleur. Ik heb ook nog een video gemaakt met een roze variant. Blijf kijken als je die video wilt zien. Tadaa. Maar we zijn nog niet klaar. We hebben natuurlijk nog de slagroom. En we hebben natuurlijk nog meer cake decoraties en mini marshmallows. Kijk, heerlijk. Het ziet er echt heerlijk uit. Ik hoop dat het bevallen is. Mocht u nog vragen hebben, kun je die onder de video plaatsen. Heb je nog ideeën voor ons of video's die je wilt zien, dan kun je daar ook plaatsen onder de video, onder het commentaar. Heb je nog niet ingeschreven op ons kanaal, kun je dat altijd nog doen. Volgende keer is ons thema iets kopen onder 5 euro van Roosman merk. Nou, ik ben benieuwd wat we daar gaan creëren. Schrijf je gratis in voor ons kanaal, geef ons een duim omhoog. En zoals ik al zei, mocht je ideeën hebben voor ons of dingen die je wilt zien, video's die je wilt zien, kun je dat onder de video plaatsen. En we zijn altijd geïnteresseerd. En kijken of we met jullie hulp iets kunnen verzinnen. Tot de volgende keer!